Yo mensen, welkom bij deze kanaal. We hebben hier de Forced Survival op VonoxNL. En jongens, ik was de vorige aflevering uit de grot gekomen. Ik ben even een stukje verder gelopen en ik heb iets uitgevonden, want je kan blijkbaar op B drukken en heb je je survival boek. En Basics of Survival Tutorial, dus laten we dat gewoon eerst gaan doen. Even kijken. A shelter will restore your energy if you use to hide predators, blah blah blah. Items needed, sticks, rocks, logs. Oké, dus je kan een shelter craften, dus we kunnen ergens gaan wonen. Dat vind ik wel echt vet, awesome. Step 2. Nee, wacht. Hoe maak je zoiets dan? Click to place. Oh, ik heb het al. Oh, oké. Okay. Oh, nee, wacht. Dan wil ik even een goed plekje uitzoeken. Oh, jongens, we gaan bij het water wonen. Wat leuk. Dat vind ik wel heel erg leuk om dat te doen eigenlijk. Look at those graphics, jongens. Even serieus. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind het er goed uitzien. Of ze in het bos gaan wonen. Ik weet niet, ik denk dat het water... het veiliger is, want in het bos is het natuurlijk helemaal dicht en zo. Wat ligt daar trouwens? Is dat ook een tent? Ik weet niet wat het is. Laat ik er gewoon even heen lopen. Kan ik dit ook weer wegdoen of zo? Nou, weet je, ik wacht. Nee, ik kan het niet wegdoen. Wat is dit? Ik denk dat dit ook van iemand is geweest. Ik vind het eigenlijk niet zo fijn om hier te slapen. Ik weet niet, als ik in zo'n situatie zou zitten, waar zou ik dan slapen? Ik denk dat ik sowieso bij het water zou gaan slapen eigenlijk. Oh, ik dacht dat ik iets anders hoorde, maar het zijn mijn eigen voetjes. Dat waren mijn eigen voetjes. Ik moet het toch echt even ergens neer gaan zetten nu. Maar ik werd ook verteld dat je eigenlijk uit het bos moest blijven, want anders dan kwamen die mutanten, het zijn mutanten, ik heb het geleerd, kwamen die mutanten weer op je af en dat is niet zo prettig eigenlijk. Dat wil ik niet, maar ik denk dat dit wel een mooi plekje is. Misschien hier? Oh, misschien bij dat jacht. Dat is wel leuk. Of een jacht, het is niet echt een jacht. Weer een boot, dan kunnen we dat ook meteen even ontdekken. Ik denk dat op het, oh. Ik schrok ervan, hou eens op met zo ademen joh, wat de hel is je probleem? Ja, ik ga het gewoon hier doen. Waarom niet? Dan zit je lekker bij de zee en dat is... Ja, is dat fijn? Ik weet niet. Oh, ik zie mensen. Oh, nee jongens, zien jullie die ook? Daar. Links van mijn E. Oh. Oké, dus dat zijn mutanten. Oké, nee. Ik moet hier... Ik ga daar wonen. Op de rots. Ver weg van hier. Want je moet dus niet dicht bij die mutanten gaan wonen. Want ook een vriend van mij van school die had gezegd van... Dude, ik woon naast een mutantenkamp. Dat is echt niet slim. Dat kan ik me best wel voorstellen ook. Of nou toch, is dit een mooie plek om te wonen? Ik weet niet, dan zit je wel heel ver van het bos vandaan. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn. Wacht, ik doe het gewoon hier. Gewoon echt op deze rots. Oh, het zakt erin. Dat is wel een beetje jammer. Ik doe het gewoon hier. E. Plaats het. Ik druk op E. Waarom mag het niet? Oh, ik kan het wel draaien. Waarom druk? Ik druk op E. Plaats het. Mag het hier niet of zo? Ik denk dat het hier niet mag, jongens. Waarom niet? Ik druk op E echt heel erg vaak. Ik druk op alles. Ik spam alles. Oh god, jongens. Dit is... Oh! Dat was mijn broodblad. Oh. Dat ging niet helemaal goed. Oeps. Maar... Oh nee, daar is iemand. Nee, daar zijn de mensen. Nee, ik heb niet weer zin om naar die cave te gaan. Want blijkbaar als je dus doodgaat, dan kom je steeds weer in die cave terecht. En dat wil ik niet. Kut. Ja, nu zitten ze achter me aan. GG. Oh my god, wacht. B, ik wil dit niet. Ik wil dit... Ja, oké. Ik ga ze gewoon kapot haken. Hoeveel zijn het er? Volgens mij is het er eentje. Is er eentje? Oh, volgens mij is er eentje. Of zit er daar links ook nog een? Nee, dat is een bosje. Oké, ik kan hem wel hebben. Hé, hey, nu rijdt hij weg, hè, faggot. Oh, je gaat... Wat? Hij gaat gewoon in een boom. Dude, die dudes zijn echt gewoon te eng. Gewoon, dude, like, gast. I don't know. Oh, zit hij nog achter me aan? Ja, oké, nu moet je hem even opbouwen, man. Kom at me dan. Kom at me gewoon. Ja, nu ren je weer weg, joh, faggot. Oh, daar is hij, hoor. Oh, hij maakt enge geluiden. Oh, ik zie verderop nog meer mensen staan. Kom maar. En hop. Au. Hij hitte mij. Kom hier, faggot. Kom. En hop. Oké, ik weet niet hoeveel hits hij nodig heeft, maar ik ga gewoon mijn best doen om echt helemaal kapot te maken. Au. Oh, wacht. Iemand zei dat ik ook kon blokken met rechtermuisknop. Doet niks. Sorry. Rechtermuisknop doet niks. Oh my god, ik vind deze mensen echt eng. Oeh. Oh, die was mis. Ah, noep. Hoeveel hits hebben ze? Oh, daar komen die vriendjes van hem aan. Oh nee, ik heb hier geen zin in. Ja, kom op zeg. Hoeveel... Waar, gast. Hou op. Ga weg. Flikker op. Volgens mij maak ik ze een beetje bang met mijn zwaard. Of met mijn zwaard, wat is het? Een bel. Ga weg. Rot een end op. Nee, ik vind het eng. Oh, en de telefoon gaat hier ook nog, jongens. Ik ben zo terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. En blijkbaar ben ik dood. Wat de hel. Ik deed weer escape. Ik ging terug en ik ben dood. Kut, use lighter. Ah nee, dan ben ik weer in die cave. Fuck. Oké, jongens, even een tip van iemand die ik had gekregen. Ik moest mijn brightness wat omhoog doen. Laat ik dat gewoon doen, hoppakee. Anders dan zagen jullie zo weinig. Op de video.
Had ik niet door, sorry. Want als ik het nu speel, ik zie het gewoon prima. Maar op de video was het blijkbaar vet donker. Het kan gewoon, ik doe het gewoon helemaal op zijn hoogst. Hoppakee. Brightness op zijn hoogst. Dat ziet er alsnog... Ja, het is alsnog wel donker, maar ja, boeien. Ik wil hier weer zo snel mogelijk uit. Ik heb hier geen zin in. Hier zitten ook weer die mensen en ik wil dat niet. Ik ben echt een zeikert, jongens. Ik ben echt een zeikert. Oh, kijk, al die... Oh, ik ontdek nu allemaal passengers. Ah, oh, echt ziek. Bleh. Ik wil hier niet naar kijken. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil niet weer in die cave. Waar moest ik ook weer heen? Hierheen, denk ik. Nee, hier ben ik al geweest. Hè? Oh, krijgen we dit weer? Moet ik weer die cave uit? Oh. Maar jongens, vraag aan jullie. Hoe kill je die mensen? Ik snap het niet. Want ik hit ze best wel vaak. En ik zie geen health of zo. En ja, I don't know. Ik weet niet, gewoon niet hoe ik ze moet killen. Dus als jullie dat mij kunnen vertellen, dat zou wel heel erg fijn zijn. Maar ik ben verdwaald. Oh, hier moest ik doorheen. Got it. Never mind, ik weet het. Het is donker, jongens. Sorry, ook op mijn beeld is het... Oh, nu is het helemaal donker. Het is donker, I know. Maar ik wil hier gewoon zo snel mogelijk uit zien te komen. Dan moest ik gewoon langs die mensen heen rennen, volgens mij. Of ben ik nu al buiten? Is dit al buiten? Dit is buiten, maar ik kan niet naar buiten. Nee, we zitten weer in een cave. Ik zie echt geen flikker, jongens. Ik zie echt niks. Ik zie echt niks. Gewoon niet weer in deze cave. Oh, please. Ja, ik weet dat ze hier zitten. Ga weg. Ik zag het licht. Ik moet dit niet. Rot even een end op of zo. Ah, ik heb hier geen trek in, jongens. Ik wil dit niet. Ik hou niet van achtervolgingen. En vooral niet van die dudes. Ah, achtervolgingen zijn echt het vreselijkst. Ik zie echt niks. Ik zie echt niks. Ah, de grond. Kijk naar de grond. Ah, ik zie niks. Ah, waar moest ik nou ook weer heen? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Oh, moest ik hierheen? Of kwam ik hier net vandaan? Ja, hier kwam ik net vandaan. God damn it, dat had ik de vorige keer ook al. Jongens, dit is weer gewoon net zo'n episode als ik de vorige keer had. Dit is niet de bedoeling. Maar ik probeer eruit te komen weer. Maar ik zie toch niks. Oh, deze game is zo raar. Oh, ik weet dat hij in early alpha... Wow, ik weet niet wat ik zou zeggen. Ik weet dat hij in early alpha is, maar alsnog, dude. Het is echt gewoon fucked up donker. En ik sta nu ergens bovenop, like, what the hell. Maar ik zie nog steeds geen kut. Daar kan ik ook niet heen. Ik moet deze kant op, denk ik. Ik weet het niet. Ik zie niks. Ik zie echt letterlijk niks. Auw. Oh, ik viel. Je hebt weer zo'n dude. Twee dudes zelfs. Ga weg. Nee, ik mot je niet. Ja, waarom ga je me nou weer killen dan? Wat heb ik daaraan? Dan ga ik weer dood en zit ik weer in de cave. Of moet ik hierheen? Nee, ren dan. Gooi door. Auw, nee. Ik denk dat ik deze kant op moet, jongens. Ik denk dat ik het gevonden heb. Kom op. Ren door. Ja, volgens mij is dit het. De buitenwereld. Auw, gast. Zo, ik word gewoon echt boos gewoon. Gewoon echt real life word ik gewoon boos. Nee, ga weg. Ik moet jullie niet. Doe gewoon eens even niet. Oh, please. Please. Waar ben ik nou weer? Ik wil hier gewoon uit. Nee, ik wil niet weer alles doen. Loop door. Ja, hier moest ik het kapot slaan. Sla het kapot. Hé, doe het. Yes. Sla het kapot. Ik ben erdoor. Yes. En we zijn buiten. Yes! Oh, we zijn er weer, jongens. Hé? Hé? Oh, jongens, ik snap niet hoe je die mensen moet killen. Ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Oh, wat wij nu even gaan doen is, we gaan een boom omhakken. Laten we dat gewoon gaan doen. Dat heb je nodig. Je hebt hout nodig. Misschien dat ik daarom niet die, dat shelter ding kon plaatsen, omdat ik nog helemaal geen hout of zoiets heb. Dus ik weet niet of ik het zo goed doe. Ik weet niet of er überhaupt iets afgaat nu. Oh, ja, daar gaat wel iets van af. Misschien moet ik hem helemaal rond hakken. Oh, ja, hij gaat vallen. Valt hij? Ja. En... Hoppakee. Oh, wauw. Dat is wel leuk gedaan. Oh, ik heb nu twee grote planken. Wat de hel moet ik hiermee? Oh my god. Kijk in je survival boek. Oh. 6 sticks, 4 rocks, 4 logs. Ik denk dat dit 2 logs zijn. Maar... Oh, je kan er ook mee slaan. Dat is wel leuk. Maar ik moet toch even... Ik moet weg uit het bos. Ik moet weg uit het bos. Nou, weet je, op het strand was het ook niet veilig. Dus in dat geval maakt het ook op zich niet zoveel uit waar ik zit. Ik zie het strand daar alweer. Of in ieder geval, ik zie water. Ik ga dit gewoon even hier neerleggen. Oh my god, moest dat met zoveel herrie. Waar is die andere plank heen? Oh, daar. Waarom helemaal hier? Oh, dit is hem niet eens. Wat de hel? Dit is een rock. Waar zijn die planken? Hier en hier ook niet. Waar is die andere plank heen? Nou, de planken zijn weg. I don't know wat het is. Ja. Oké, ik hak deze boom ook nog gewoon even om. Hoppakee. Of kan het niet met dit ding? Moet ik die axe ervoor hebben? Nee, het kan gewoon zo. Oh, die lighter mag wel uit hoor. Sorry.
Oh, misschien... Oh, ik had zeker mijn handen vol. Oeps, had ik niet op gelet. Nou, laten we even helemaal rondom gaan hakken. Volgens mij moet je hem helemaal niet rondom hakken. Volgens mij in real life moet je hem gewoon aan één kant hakken. Aan de goede kant. En dat hij dan omvalt. Dacht ik. En dan gaat hij weer. Dit vind ik wel leuk gedaan, jongens. Komt hij. Woep. En hij is... down. Nice. We got it. Oh, geef mij dit ding. Die. Ja, hoppakee. Twee. En dan wil ik ook nog de derde vinden. Drie. Oh. Dat was niet de bedoeling. Ik heb er nu twee. Waar is de derde ook alweer? Waar is al die shit gebleven? Waar heb ik die andere twee planken nou gedropt? Wacht. Hier ergens. Want ik ging hier hakken. Oh, dit is er één. Ja, drie. Oh, blijkbaar kan ik er maar twee op. Oh, ik kan er maar twee op pakken. Maar hoe kan ik dit dan ooit in een shelter fixen? Weet je jongens, ik eindig deze episode hier. Ik ga nu aan jullie vragen van... hoe de fuck moet ik een shelter maken? Want ik snap het niet. Want je hebt dit nodig. En ik kan hem niet plaatsen of zo, want I don't know waarom, maar... In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Laat even een tips achter in de reacties. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zeg ik, later!